Als je in het ziekenhuis ligt, dan komt de verpleegkundige regelmatig bij je langs. En als ze bij jou is geweest, gaat ze weer naar iemand anders. En als ze bij diegene heeft geholpen, gaat ze weer ergens anders heen. Zo'n verpleegkundige legt heel wat kilometers af. En ik loop vandaag een dagje mee. Dit is Iris. Zij is verpleegkundige op de kinderafdeling. Ze kan altijd wat extra hulp gebruiken. Dus goedemorgen, Albert. Hoeveel loop je eigenlijk op een dag? Nou, best wel wat kilometers maken wij. Zal het zijn? 5, 6 kilometer? Komen wij wel aan. Oké. Nou, ik heb een stappenteller mee. Ja? En ik loop met jou mee vandaag, dus ik ga gewoon kijken hoeveel dat nou eigenlijk is. Hallo. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Jij bent? Jasmine. Jasmine heeft ontstoken amandelen en die worden vandaag verwijderd. Maar voordat ze geopereerd wordt, moet Iris eerst een aantal dingen controleren. Hoppa. We hebben even geplast, dat klopt. Maar dan zijn wij ook altijd benieuwd. Wanneer heb je voor het laatst gegeten dan? 'S ochtends. En heb je losse tanden in je mond? Ja, 1 losse kies. Welke? Deze. Moeten we dat even tegen de dokter vertellen straks. We moeten nog even een bloeddruk meten. Even kijken hoe snel je hart gaat en de temperatuur meten. Ik had het apparaat wel even op. Super. Tadaa. Nou, dan zijn we klaar, hè? Dan zijn we klaar, inderdaad. Dan gaan we even wachten totdat de dokter mij opbelt en zegt dat je mag komen. Dit noemen we nu de benen onder je kont uitlopen. Kinderafdeling met Iris. Ja, gaan we doen. Doe maar goed. Wat zeiden ze? Mag een oka? Jasmin, ze gaan die kant op. Ja. Ik heb nu al moeie voeten. Oké, Albert. Hierna mag je even uitpuffen. Nou, ik ben echt wel toe aan koffie nu. Ja. Zeker, ja. Nou, wil je ook iets bij hebben dan? Ja, lekker. Nou, echt waar, ja? Ja. Nee. Wat nou weer? Nou, welkom op de kinderafdeling. Kinderafdeling met Iris. Kom eraan. Geen koffie dus. Nee. Terug naar Albert en Iris. Zij halen Gabriel op van de operatiekamer. Hij is net geopereerd aan een gaatje in zijn trommelvlies. Zo, gaan we nog even wat controles bij je doen. Ja, want ook na een operatie wordt elke patiënt gecontroleerd. Is de temperatuur in orde, Albert? 37,8. Prima dus. De bloeddruk nog weer een keer. Even kijken. Even wachten. 128,88. Mooi. Nou, dat gaan we nog een paar keer doen vandaag, de controles. Maar als jij nou tussendoor denkt van, ik voel me niet zo goed nu, mag je mij ook bellen. Albert en Iris lopen snel door naar Julia. Ze is onverwachts binnengekomen. Julia is aan het wandelen. Gezellig met haar moeder. Beetje bijkletsen over van alles en nog wat. Ze lopen een heel eind door de velden. Langzaamaan krijgt Julia het benauwd. En benauwder. Ze is wel een beetje verkouden, maar zo benauwd is niet normaal. Ze piept als een oud hek. Julia en haar moeder worden opgehaald door haar vader. Als ze thuis is, is ze helemaal kapot. Hoesten, misselijk, benauwd, pijn. Haar moeder belt de huisarts. En die zegt dat ze naar het ziekenhuis moet. Wat gaan we doen? Weet je dat al? Vernevelen. Ja. Een pijp in je mond en er komt heel veel stoom uit. Ja? Ik ga je zo vertellen hoe het werkt. Als een echte Indiaan. De vredespijp roken. Nou, hè? Het medicijn wat we hier dus net in hebben gedaan, wordt stoom door de lucht die hier erbij komt. En die stoom die ademt zij dus in haar longen in, waardoor het medicijn heel goed, heel diep ook in de longen komt. Dat is heel handig eigenlijk. Dus al ademend breng je het medicijn naar je longen toe. Kijk, mag die uit hoor. Goed gedaan. Hey, de dokters, of niet? Ja. De dokters controleren hoe de ademhaling na de verneveling is. Dus even diep ademhalen, Julia. Oh, wat. Zo. Ik voel hem erg in de benen, hoor, nou. Ja? Man, even zitten. Oh, wat loop jij veel, zeg. Best wel. Ik heb het gevoel alsof ik de avondvierdaags heb gelopen, gewoon. Nou, heb je het bijgehouden? Oh ja, even checken.
Ja, 6,2 kilometer. Zo, dat zijn meer dan 9000 stappen. Koffie? Goed idee. Gaan we doen. Kan iemand even koffie halen, jongens? Ja.